Roodkapje. Er was eens, heel lang geleden, een meisje dat met haar ouders in een huisje bij het bos woonde. De oma van het meisje woonde in een huisje aan de andere kant van het bos. De oma hield veel van het meisje en gaf haar regelmatig een cadeautje. Zo maakte ze ooit een rode jas met een rode kap voor het meisje. Het meisje was dol op de jas. Ze droeg hem elke keer als ze naar buiten ging, zowel als ze in het bos ging spelen als wanneer ze naar het dorp moest. Al snel noemde iedereen in het dorp haar Roodkapje. Het meisje vond het een leuke naam. Op een dag was de oma van Roodkapje heel ziek. Roodkapjes moeder bakte een lekkere cake en maakte verse boter voor haar. Toen riep ze Roodkapje bij zich. Roodkapje, wil jij dit mandje vol lekkers naar oma brengen? Oma is ziek en ze zal blij zijn als je haar even bezoekt, zei ze. Maar je moet me beloven dat je onderweg heel voorzichtig zult zijn, want je moet door het bos en het kan gevaarlijk zijn in het bos. Blijf altijd op het pad, kijk goed uit en praat niet met vreemden. Roodkapje beloofde haar moeder dat ze heel voorzichtig zou zijn. Even later ging ze vrolijk op weg. Met haar rode jas aan en haar mandje vol cake en boter huppelde Roodkapje over het pad in het bos. Ze hield van het bos. Ze vond het heerlijk om te luisteren naar de fluitende vogels en te kijken naar de mooie bloemen. Ze keek er ook naar uit om oma nog een keer te zien en was benieuwd of oma blij zou zijn met de cadeautjes die ze haar bracht. Het was een heerlijke zonnige dag, maar waar de bomen dicht bij elkaar stonden, was het best donker in het bos. Zo donker zelfs, dat Roodkapje niet merkte dat ze in de gaten werd gehouden door twee grote ogen. Van wie zouden die ogen zijn? Even later dook plotseling een wolf voor Roodkapje op. Goedemorgen, meisje. Wat heb jij daar in je mandje zitten? En waar ga je naartoe? Vroeg de wolf vriendelijk. Ik breng cake en verse boter naar mijn oma, want ze is ziek. Ze woont aan de andere kant van het bos, vertelde Roodkapje. De wolf likte zijn lippen en hij dacht bij zichzelf. Oh, wat zou ik dit meisje graag opeten? Maar er zijn houthakkers in de buurt aan het werk. Het is hier veel te gevaarlijk. Als zij me zien, doden ze me misschien. Maar wacht even. Als ik het slim aanpak, kan ik misschien ook haar oma opeten? De wolf grinnikte en dacht snel na. Nou, meisje, zei de wolf toen. Wat zou je ervan denken om samen je oma een bezoekje te brengen? Dat vindt ze vast leuk. Roodkapje vond het een lief voorstel en dacht niet meer aan wat mama had gezegd. Oma hield van veel bezoek, dus ze zou twee bezoekers inderdaad heel leuk vinden. Dat is een heel goed idee, zei ze. De wolf was blij dat zijn plannetje leek te werken. Weet je wat, zei hij, ik ren alvast naar haar toe en dan zie ik je daar. Nog voor Roodkapje kon antwoorden, ging hij er vandoor. Roodkapje haalde haar schouders op en wandelde rustig verder. Onderweg plukte ze nog enkele mooie bloemen. De wolf rende de hele weg en was natuurlijk veel sneller dan Roodkapje bij het huisje van oma. Hij klopte aan en wachtte tot oma antwoordde. Wie is daar? Riep de zieke oma vanuit haar bed. Ik ben het, Roodkapje, zei de wolf zo zacht mogelijk. Ik breng je cake en verse boter. Hij hoopte maar dat oma niet hoorde dat de stem anders klonk dan die van Roodkapje.
De deur is open, liefje. Kom maar binnen, riep de oude vrouw. De wolf aarzelde niet. Hij stormde het huisje binnen, sprong meteen naar oma die in bed lag en slokte haar in één hap naar binnen. Nu moest de wolf snel zijn, want Roodkapje kon elk moment bij het huisje aankomen. Hij nam snel een nachthemd van oma uit de kast en trok het aan. Hij vond ook een slaapmuts en zette die op zijn kop. Hij trok de gordijnen dicht, zodat het donker werd in de kamer. Hij hoopte maar dat Roodkapje niet zou zien dat hij haar oma niet was. Hij ging snel in het bed van oma liggen en wachtte. Enkele minuten later kwam Roodkapje aan bij het huisje van oma. Ze klopte zachtjes op de deur en hoopte dat oma niet te vast sliep. "Wie is daar?" fluisterde de wolf. "Ik ben het, Roodkapje. Ik breng je cake en verse boter, zodat je je snel beter voelt," riep het meisje. De wolf grinnikte. Het water liep hem in de mond als hij eraan dacht hoe lekker dat meisje zou zijn. Zijn plannetje leek perfect te werken. "Kom maar binnen, liefje, de deur is open," zei hij met een krakende stem. En hij probeerde de stem van oma zo goed mogelijk na te doen. "Je stem klinkt zo vreemd, oma," riep Roodkapje. Ze vroeg zich af wat er met de stem van oma aan de hand was. "Het komt vast omdat ze ziek is," dacht ze. Roodkapje opende de deur en liep naar binnen. "Kom wat dichterbij, liefje, zodat ik je kan zien," zei de wolf. Roodkapje keek verbaasd naar haar oma. "Maar oma, wat heb je grote oren?" riep Roodkapje uit. "Zo kan ik je beter horen," antwoordde de wolf. Roodkapje keek nog een keer goed naar haar oma. "Maar oma, wat heb je grote tanden?" zei het meisje. "Zo kan ik je beter opeten," gromde de wolf. En hij sprong uit het bed en slokte Roodkapje in één hap naar binnen. Gelukkig hadden de dieren in het bos alles gezien. Ze waarschuwden de papa van Roodkapje die hout aan het hakken was in het bos. Hij had al snel door dat er iets was gebeurd met Roodkapje. Hij volgde de dieren die hem naar het huisje van oma brachten. Hij sprong door een open raam naar binnen en zag hoe de wolf zijn lippen likte. Hij besefte meteen wat er was gebeurd. De moedige man doodde de wolf en kon Roodkapje en oma uit de buik van de wolf bevrijden. Roodkapje was dolblij dat ze nu veilig waren. De wolf was dood en zou nooit meer iemand kunnen opeten. Wat een geluk dat haar vader vlakbij aan het werk was. Roodkapje gaf haar oma een dikke knuffel. Oma ging weer in haar bed rusten. Maar eerst dronken ze samen een kopje thee met een stukje cake erbij. Nu zou oma vast snel genezen zijn. Roodkapje zou voortaan veel voorzichtiger zijn in het bos. En zo leefden ze nog lang en gelukkig.